het programmabureau aangestuurd. En de organisaties zijn PEDOC, het kadaster, Geonoven, standaarden ICTU en TNO. Dit is onderdeel van de Ketendag. Kijken of ik kan muten. Ah, het is weer rustig. Onderdeel van de Ketendag. Die is vanochtend al begonnen met de reviewsessie voor bodem- en grondonderzoek. Voor standaardisatie. Dit is de ketendemo. Vanmiddag is de reviewsessie voor grondwaterdomeinen. Eerst de tranche 3 objecten. En na de pauze vanmiddag de tranche 4 objecten. Waaraan gewerkt wordt inmiddels al via de standaarden. En aanstaande dinsdag hebben wij een sessie gepland. Dat is het software leveranciersoverleg. Die hebben specifiek toch op een andere dag gepland. Om iedereen niet al te veel sessies op één dag te gooien. Wat is er vanochtend in deze ketendemo gepland? Dat is visualisatie binnen de broketen. Dat zal Sjaak Derksen van het Landelijk Voorzieningsteam gaan presenteren. En de roadmap voor 2020. Wat kunnen we dit jaar allemaal nog gaan verwachten? En wat is de voortgang? Allereerst, Cor Gerritsma, broketenmanager. Hoe gaat het met de bro in coronatijd? Mag ik jou het woord geven? Ja, dat mag je zeker. En mogen we jou ook in beeld hebben, Cor? Dan hebben we er ook een gezicht bij. Ja, Cor is bezig om even dat... nu hebben jullie waarschijnlijk een heel leuk blauw beeldje. Dus even kijken, dan ga ik dat nu even aanvullen met... Nou, vandaag ga ik naar kantoor, denk ik. Hoppatee. Kijk. Ben ik nu in beeld? Niet in beeld? Nee, hij heeft wat veranderd. Ja. Ik zeg apply and turn on video, maar... Anders gaan we het met jouw foto doen, hè? De foto staat ook ruim in beeld. Ja, laten we het maar gewoon even met de foto doen. Want hij snapt echt even serieus niet wat er nu moet gebeuren. Ja. Dus jongens, beste mensen, dit ben ik. En ik zit er vandaag net zo ongeschoren bij als dat ik op de foto sta. En vandaag zit ik er keurig netjes met een kop koffie bij. Dus het beeld is redelijk gelijkluidend met wat jullie anders ook zouden hebben gezien. Je mag wat mij betreft wel door naar de volgende slide. Ja, dit is toch even een kleine reminder. Beste mensen, we zitten in een... rare tijden, zouden we het maar mogen noemen. Hè? We zijn nu 1 juni overschrijden. De terrassen mogen weer open. Je mag hem doorklikken op het moment dat ik het woordje noem, hoor. Dus klik hem maar heel even aan als je wilt. De terrassen mogen open, hè? 1,5 meter die er aankomen. En ook bij BZK, maar ook de andere kantoorpanden beginnen zo langzamerhand weer een beetje te lonken. Ik vond het wel een mooie foto van het pand wat we daar hebben. Maar het zijn ook heftige tijden. De teams werken nog steeds strak door. Het fotootje kennen jullie wel. Een gave migratie die we hebben doorlopen. We hebben goede velocity nog steeds. Er wordt bikkel en bikkel hard gewerkt. Maar er begint toch wel wat in te sluipen. Heel langzaam begint bij ons de coronavermoeidheid ook wel een beetje erin te springen. Ik hoop dat het fotootje nu in beeld komt. Ja. En daarvan beginnen zich ook wel wat effecten te manifesteren in het programma. En een van de effecten daarvan, daar kom ik op terug op het moment dat wij echt even gaan kijken naar de planning en de outlook voor dit jaar. Want daar zit wel een klein puntje in wat wij met jullie willen gaan delen. Dit was even mijn introductie. Ik wil nog steeds altijd mijn waardering en enorme bewondering uitspreken voor de teams en alle medewerkers, maar ook alle mensen die rondom de bureau werken. We werken bikkelhard, we gaan enorm hard vooruit en we moeten wel op onszelf blijven passen. En ik hoop dat we inderdaad binnenkort elkaar weer wat vaker fysiek in de oogjes kunnen kijken. Dat even als belangrijke boodschap, zodat wij als hondje keurig netjes ons hoofd weer kunnen oprichten en helemaal blij en vrolijk kwispelend door de maatschappij op 1,5 meter kunnen gaan rennen. Dat even als beginboodschap en dan draag ik hem van hieraf over aan Sjaak. Ja, Sjaak, dankjewel. Ja, ik zal even kijken of ik een wat neutrale achtergrondje kan pakken.
Zo. Oké. Dankjewel Cor voor de introductie. Ik zal even kijken of ik mijn slides ook op het scherm kan toveren. Even ter introductie. Sjaak Derks is de product owner van het team Landelijke Voorziening. Eigenlijk is dat de kern van de hele bro, hè, Sjaak? Ja, dat is correct. En ja, je maait een klein beetje het gras voor me weg, zullen we maar zeggen. Inderdaad, ik ben de product owner van de Landelijke Voorziening Bro. Ik doe dit werk al, het product ownerschap pas een half jaar, maar ik ben al zeker een jaar of zeven denk ik nu betrokken bij de ontwikkeling van de Bro. Vanaf een relatief pril begin van de software, de ideeën waren al eerder een tijd aanwezig, tot de situatie waarin we ons nu bevinden. En eigenlijk in van allerlei rollen, in eerste instantie als developer, later voornamelijk als architect. En inmiddels als product owner. En daarnaast ook nog software ontwikkelend, software schrijvend en ook architectuurbedrijvend met de aansluitende ketenpartners in de bureau. Dat genoeg over mij. Waar ik het vandaag over wil hebben. Wilfred, zijn mijn slides overigens goed zichtbaar? Ik neem aan van wel, maar just to be sure. Nee, ik zie jou vooral in beeld. Je ziet mij in beeld en de slides niet. Even kijken. Even kijken. De bedoeling was inderdaad dat ik slides op het scherm zou toveren. Nou, de rest ziet je wel hoor. Oh, gelukkig. Dat is wel goed om even te weten. Waar wil ik het vandaag over hebben? Allereerst, wie zijn wij als Landelijke Voorziening? Wie is nou dat team dat die centrale noden realiseert in het netwerk? En we zagen eigenlijk een mooi aangrijpingspunt, daar kom ik dadelijk op terug. We doen heel veel zaken, maar we zijn nu voornamelijk bezig ook met een stukje visualisatie naast de registratieobjecten die wij realiseren. En deze visualisaties zijn wat bijzonder dan de visualisaties die we in het verleden gemaakt hebben. He, dus die visualisatie die grijpen met name in op het correctieproces. En het heel bijzonder op het correctieproces van de put. Nou, nu, ik heb mijn agenda al enigszins behandeld. Het laatste onderwerp op de agenda zijn inderdaad de vragen die daaruit voortkomen. Uit hetgeen dat ik zal proberen te vertellen. Wel nu, het plaatje. Even kijken. Komt degene die wat vaker deelnemen in deze sessies waarschijnlijk bekend voor. Meestal zijn het mijn collega's van of het bronhouderportaal of van het Broloket of van PDOK die wat laten zien van hun werkzaamheden. Dat is met name zo omdat die centrale node in het centrum niet zo heel goed zichtbaar is in dat opzicht, maar wel heel veel functionaliteit levert aan die aanpalende systemen zoals het bronhouderportaal en zoals aan het Broloket. En ook aan PDOK, namelijk de content van de bro. Maar we doen eigenlijk nog veel meer. We doen een stuk beheer van die bro. En dan bedoel ik niet functioneel beheer, maar we zorgen dat functioneel beheer van die basisregistratie kan gebeuren van die landelijke voorziening. Wij doen een stuk aan validaties. We maken innameservices, we maken uitgifteservices. We maken ook uitgifte zipfiles, zou je kunnen zetten. Samenvatting van die bro's in verschillende formaten. We zijn bezig met visualisatie, waar ik dadelijk wat meer over zal vertellen. En we zorgen er basaal ook voor dat de spullen correct opgeslagen worden en ook weer correct uitgegeven kunnen worden. In de zijlijn hebben we in grijs verleden ook nog eens een keer een converter gemaakt. Die hebben we in de, aan de open source gedoneerd. Dus vandaar dat ik hem links in lichtgroen geschetst heb. Daar vindt momenteel worden door andere partijen gebruik van gemaakt van die codebase om hun producten op te ontwikkelen. Dat is ongeveer wat wij in een notendop doen. Daarnaast zorgen we ook voor dat alles wat rond die bureau geproduceerd wordt aan gegevens. Dus denk daarbij aan statistieken, denk daarbij aan terugmeldingen. Dat ook correct wordt afgehandeld middels onderzoeken en middels andere stukjes technologie die wij bouwen. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daarvoor zijn we met een team. Deze mensen maken het mogelijk.
We werken als landelijk voorzieningenteam in een Scrum Agile manier van werken. Dat wil zeggen, we hebben sprints van 2 weken. We zorgen ervoor dat we een backlog hebben die duidelijk aangeeft waar we de komende 2 weken aan gaan werken. En dan wordt het werk uitgevoerd door uiteindelijk 7 ontwikkelaars en ondergetekende als product owner. Die 7 ontwikkelaars zijn uiteindelijk 2 testers en 3 ontwikkelaars en 1 iemand die zich met operations bezighoudt. Hè, dus het uitrollen van de software en het zorgen dat alles goed blijft draaien en dat in onze productieomgevingen. En wij doen dat op een DevOps manier, zoals dat tegenwoordig heet. Hè. We proberen end-to-end verantwoordelijk te zijn voor het product dat wij leveren in die keten. Dus we bouwen de software, we zorgen dat die gedeployed wordt, zoals dat heet. Hè. Dus uitgerold wordt op de verschillende omgevingen. En we zorgen ervoor dat die in productie goed blijft draaien. En daarvoor staan wij ook aan de lat als team. Dan wat over wat cijfers om een indruk te geven van waar wij nu zo mee bezig zijn. Uiteindelijk bestaat die landelijke voorziening, sinds we daarmee begonnen zijn, al uit zo'n 130.000 regels of code. En dat zegt aan zich niet zo heel veel, 130.000 regels. Maar ik ben eens even op zoek gegaan wat dat dan uitgedrukt in manjaren betekent. En dat ligt een beetje ingewikkeld, maar grofweg is dat een investering van tussen de 17 en 36 manjaar. Ik moet er wel bij opmerken dat we eigenlijk helemaal niet zo trots zijn op die hele grote hoeveelheid code. We proberen juist die codebase zo klein mogelijk te houden. Dus zoveel mogelijk hergebruik tussen de registratieobjecten te hebben. En dat doen we op echt de meest tricky manieren, zou je bijna kunnen zeggen. We maken gebruik van codegeneratie, we maken gebruik van hergebruik van businessregels. We zorgen ervoor dat we ons werk zo ver mogelijk gaan automatiseren. Zodat we eigenlijk alleen wat de Engelsen zo mooi noemen license plate stamping hoeven te doen. Hè. We zo snel mogelijk een nieuw registratieobject, hè, als het ongeveer in dezelfde context zit, kunnen uitrollen. En daarmee proberen we dus de zaken die op ons afkomen ook zo snel mogelijk te realiseren. Je kunt je voorstellen dat we een hele grote set van gereedschap hebben waar we al uit kunnen putten als er een nieuw registratieobject op ons afkomt. Tot december, eind december, waren we verantwoordelijk voor pakweg 10 registratieobjecten. Dat zijn 5 standaard registratieobjecten, zou je kunnen zeggen, en 5 modellen. Die neem ik even apart. Dat is toch een klasse apart voor ons. We doen daar niet zo heel veel aan, behalve dat we ze opslaan en managen, zou je kunnen zeggen. Maar met name aan die 5 standaard registratieobjecten zit veel werk. Namelijk innameservices bouwen, uitgifteservices bouwen, de opslag die ermee samenhangt. Maar vooral ook hè, al die regels die in de catalogus staan en ook in de handboeken. Die moeten ergens afgedwongen worden. En ergens op een logische manier worden teruggekoppeld. Daarvoor zijn wij dus als landelijke voorziening verantwoordelijk om die validatie ook daadwerkelijk te bouwen. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het maken van de content die uiteindelijk door PDOK geserveerd wordt en door het boorloket. En daar bedoel ik niet zozeer de kaarten zelf. Daarvoor is het uitgiftloket en boorloket en PDOK zelf verantwoordelijk. Maar ik bedoel meer de inputkant. De dataset moet op de juiste manier geleverd worden in de juiste formaat. Ook zijn wij verantwoordelijk voor visualisaties, waarover dadelijk meer. Het beheer van ons register. Denk aan onderzoeken, denk aan terugmelden. Al dat soort zaken moeten worden geregeld. En daarvoor bouwen we dus ook applicaties. En we zijn ook aan het kijken naar een stuk generieke infrastructuur. Dus denk erbij aan bibliotheken van software die we kunnen hergebruiken. En langzamerhand worden die ook uitgebouwd. Even een slokje water. Dan dit jaar. Ons werk staat niet stil. Er komt met name dit jaar heel veel werk op ons af. En wat we zien is, omdat we dus al een paar jaar meegaan en productie draaien, komt er ook steeds meer beheer bij. En beheer is onderhoud op de bestaande codebase. Dus het niet ontwikkelen van nieuwe registratieobjecten of de uitbreiding daarvan. Maar het onderhouden van bestaande software en bestaande registratieobjecten. Nou, aan de kant van nieuwbouw moeten jullie vooral denken aan uitbreidingen op bestaande objecten. Denk daarbij aan de tranche 3 van BRGT, SFR
en BHR voor de bodemkunde. Waar met name de analyses geïmplementeerd worden. Maar ook een aantal compleet nieuwe objecten binnen het grondwaterdomein. GAR is inmiddels al gerealiseerd in bouw. De netwerken zijn al gerealiseerd in bouw. We zijn as we speak bezig met het realiseren van de grondwaterstandsdossiers, GLD. En er komt een heel groot object op ons af in het bodemdomein, namelijk BRG, het geologische boormonster, het geologische booronderzoek. En dat gaat waarschijnlijk spelen in het najaar. Nou, om een beetje aan te geven waar we staan, hè, we hebben dit jaar al werkafspraken gerealiseerd voor BRGT en voor GMW. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de putcode. Maar denk bij BRGT bijvoorbeeld aan al het werk wat we rond de nieuwe netnorm als aanvulling hebben gedaan op de tranche 2 BRGT. We zijn daarnaast ook bezig om in de vaart der volkeren mee te gaan waar het gaat om software. Jibbles is onze applicatieserver waarop uiteindelijk alle spullenboel draait, hè, die jullie kunnen gebruiken aan de buitenkant en die door het bronnenwaterportaal en broodloket wordt ontsloten. Maar we willen eigenlijk toe naar een veel flexibelere structuur en een veel modernere infrastructuur door middel van containers, zoals dat dan heet, hè, zodat je snel kunt opschakelen bij capaciteitsvraag en zodat we ook sneller nieuwe functionaliteit kunnen uitrollen. Daar zijn we aan het kijken naar Docker en naar OpenShift als nieuwe platformen om zaken uit te rollen. Verder zijn we bezig, en daarover dadelijk ook nog wat meer, met het verplaatsen van de correctiefunctionaliteit naar het bronhouderportaal. Een deel van de correctieafhandeling, zoals ik dadelijk zal toelichten, vindt nu plaats door de registerbeheerder. En dat willen we in de toekomst gaan wijzigen. Interessant aspect wat er dit jaar ook gaat lopen is het kadaster kent een functionaliteit die heet terugmelden op de kaart. En we willen eigenlijk heel graag integreren met die functionaliteiten. Maar ja, we hebben al een bestaande terugmeldsystematiek. En dat moet wel weer kunnen integreren en dat moet wel weer op elkaar afgestemd worden. Dus daar ligt nog een behoorlijke uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Behalve de Nederlandse context hebben we ook een Europese context waar we aan moeten voldoen. En daarvoor moeten we de datasets op een wat andere manier ontsluiten dan we dat doen voor de Nederlandse markt. En moeten we voldoen aan de INSPIRE-richtlijn. Uiteindelijk zijn er ook een aantal verzoeken die we iedere keer terug zien komen. Namelijk dat de basisregistratie veel te lastig te bereiken is aan de uitgiftekant van zaken. Nou, we hebben natuurlijk wel een mooi loket waarop we dingen visueel kunnen weergeven. Maar ja, dat is een hele uitgebreide vraag om ook restservices beschikbaar te stellen. Om hetzelfde te kunnen doen op een elektronische manier. Zodat het geïntegreerd kan worden in software van dataleveranciers en bronhouders. En daarnaast zijn we ook nog heel druk bezig met allerlei bugfix. Die voorkomen uit issues die bij onze service desk zijn ingeschoten. Supportvragen beantwoorden. We zijn bezig met verbeteringen. En dat zit in de meest brede vorm. Hè. Ik had al verteld, we willen die codebase steeds efficiënter krijgen. We zijn bezig met kleine uitbreidingen links en rechts op bestaande functionaliteit. Om dingen toch net wat makkelijker te laten verlopen. We zijn bezig met registerbeheer uit te breiden. Om daar dingen wat makkelijker te laten verlopen voor onze service desk medewerkers. Daarnaast is er echt de vraag vanuit de BZK om statistieken en gebruikscijfers te leveren op een consistente manier. En ja, eigenlijk gewoon te veel om op te noemen. En als je dan naar het plaatje kijkt, en dan is een lichtblauw lichtblauw de effort uitgedrukt die we ergens in stoppen. Dan zie je ook wel dat de druk op het team door de bestaande codebase, door de bestaande spullen die we leveren, alleen maar toeneemt. En dat zie je ook in de verhouding nieuwbouw versus beheer. En na 2022 toe, als we dus uiteindelijk de bro in zijn heel op moeten leveren, zal het alleen beheerwerk zijn wat dat team doet en verdere uitbouw van functionaliteit. Dus op dat moment ontstaat ook nog wat meer ruimte om wensen uit de markt in die bro op te nemen. Goed. Het hoofdonderwerp van deze presentatie is visualisaties. Nou, waarom visualisaties? Allereerst, visualisaties zijn belangrijk voor onze bronhouders in het innameproces. Je wil eigenlijk heel snel kunnen zien of je data correct is.
Als je een XML voor je hebt, hè, dat zijn allemaal cijfertjes en getalletjes en lettertjes, dan is het toch heel erg moeilijk om met zo'n XML-document te zien of het correct aangeleverd wordt. En we doen dat dus voornamelijk ter ondersteuning en beoordeling van de bronhouder. En we doen dat ter voorkoming van fouten. Tot zover is dat gedaan voor registratie. Maar wij willen nu ook dat correctieproces naar het bronhouderportaal gaan brengen. En dat betekent eigenlijk dat we nog veel meer zaken moeten gaan regelen middels visualisatie. Ik kom daar wat verder op terug in de presentatie. Ja, en we willen ook de complexiteit weg gaan halen uit dat correctieproces. Maar ja, dan moet het wel heel inzichtelijk zijn omdat ik de acties tot wat leiden. Dus dat over correctie en hoe we dat zien middels visualisatie. We komen daar dadelijk met het voorbeeld op terug. Daarnaast hebben we ook nog visualisaties ter ondersteuning van de uitgifte. En voor normale gebruikers van Nibro. En daar wil je eigenlijk gewoon snel kunnen zien welke gegevens er in Nibro zitten. En wil je snel op één opslag kunnen zien wat dat dan voor jou als gebruiker betekent. En dan gaat het met name dus om interpretatie. Ik heb hier wat voorbeelden van visualisaties zoals we die nu kennen. De actuele situatie van de put, die schetsen we nu in het bronhouderportaal op het moment dat je de put kunt registreren. En aan de rechterkant een voorbeeld van een sondering in een sondeergrafiek. En onlangs, echt een enkel aantal maanden geleden, hebben we de vaste schaal op vele verzoek geïmplementeerd, zodat ook in één opslag duidelijk is wat er gebeurt. En zodat het refereert aan herkenbare plaatjes, zou je kunnen zeggen, hè, binnen het domein. Nou, dit over de bestaande visualisaties. Maar we zijn druk bezig om nieuwe visualisaties te maken. En daar is dit een voorbeeld van. We zijn heel druk bezig om, met name met de putten, zeg maar, om daar een betere weergave te geven van wat er nou op de tijdlijn van een put gebeurt. En in dit plaatje loopt de tijdlijn van links naar rechts. Hè. Dus links vind je de inrichting terug. En ik snap dat het misschien wat moeilijk te lezen is op deze afstand. Hè, maar, of op deze slide. Maar links is de inrichting van de put. Plus alle relevante afmetingen. Dan is dat een nieuwe inmeting heeft er plaatsgevonden van het maaienveld. Op 11.09.1990 en uiteindelijk is er een nieuwe inmeting van de posities geweest. Nou, het grappige is, dit plaatje dit focust heel erg sterk op juist dat tijdlijnaspect van zo'n put. Dus alle gegevens die onderhavig zijn onder verandering zijn hier geschetst. En dat betekent dus ook dat dat een compromis is, dit plaatje. De bovenkant van de put is op centimeterschaal, zou je kunnen zeggen. En de onderkant op de put, dat praat je over tientallen meters vaak. Dus de onderkant van de buis, als je daarnaar kijkt, daar staan dan dezelfde getalletjes bij. Maar ja, ze eindigen op verschillende dieptes. En dat is puur gedaan om in de bovenkant helder te krijgen dat daar kleine afstandsverschillen in zitten op centimeterniveau. De bedoeling hiervan is om de uitgifte te ondersteunen op dit moment. En om die tijdlijn van één put als actuele situatie of de hele tijdlijn te laten zien. Wat gebeurt er op welk moment met die put en welke aanvullingen zijn er gedaan in de tijd? We gebruiken kleur, straks zal ik daar een klein voorbeeldje van laten zien, ter ondersteuning van dit verhaal, waar mogelijk. En ik had al gezegd, voor aanvullingen, bijvoorbeeld posities en inmeten van die buis, zijn met name die topposities heel erg belangrijk. En we hebben die proberen te tekenen ten opzichte van het maaiveld. Zodat duidelijk is wat daar zich op dat maaiveld zo'n beetje afspeelt. En ook wat er met de lengtes van buizen en dergelijke gebeurt. Oké, Jacques, onderbreek je even, want je gaat hierna naar de correcties toe, denk ik, hè? Ja, er komen nog twee slides over registreren en over visualiseren in deze context, ja. Ja. Ik weet niet, zijn er op dit moment tussendoor even nog wat vragen? Misschien voor een verhelderende vraag, even wat ruimte. Ik kan even de chat erbij pakken. Ja, de chat is geen vragen. Dus die moet niet bij te pakken. Ja. Ik heb een vraag, Ronnie Hollebrands, provincie Zeeland. Ja, Ronnie?
Ik vraag me even af of die visualisatie scripts, ik weet niet of dat in Python is en of die eventueel beschikbaar zijn om op onze interne database los te laten. De gedachtegang is dat we een REST service exposen. Het zijn SVG plaatjes, scalable vector graphics die eruit komen. En het inputformaat wat je geeft is, kan verschillend zijn. Je kunt een correctie aan, je kunt een punt met volledige geschiedenis als registratiebericht aanbieden. Dan schetst hij dit verloop, zeg maar. Je kunt ook een uitgiftebericht met volledige geschiedenis aanbieden. Dan schetst hij het verloop ook. Maar je kunt ook een put met de uitgifte van een put opgeven, zeg maar, als Impro XML. Plus de aanvulling die je wil doen, of de correctie die je wil doen, daar kom ik dadelijk op terug. En dan schetst hij het verloop ook. Het wordt dus als REST service in eerste instantie beschikbaar gesteld aan een bronhouderportaal. Daar zal het in eerste instantie verschijnen. Okay. Maar de intentie ligt dus ook om het in de toekomst misschien wat breder te trekken. Oké, dankjewel. Ja, goede vraag. Vraag en Sjaak voor de antwoorden. Ja. Ja, bedankt. Ja, wat je wel even goed in de gaten moet houden, er moet een gevalideerde put zijn. Die validatieservice die moet eerst aangeroepen zijn, om het zo maar te zeggen, zodat je ook weet dat je een correcte put hebt. En daarna pas kan de visualisatieservice er chocolade van maken, om het zo maar te zeggen. Oké, goede vraag. Dankjewel. Aanvullingen wil ik heel even op terugkomen nog op de tijdlijn. Er zijn twee processen, het processen van registreren en aanvullen. Waarbij dus processen zoals ze in het veld voorkomen, eigenlijk in chronologische volgorde aangeleverd worden in de bureau. En de intentie is ook om, als er iets in het veld plaatsvindt, om dat zo snel mogelijk in de bureau te registreren. Op dat moment spreken we van een registratieproces. En ter ondersteuning daarvan, de visualisatie die deze tijdlijn schetst, kan ook een aanvulling schetsen. Ik zal dat laten zien in mijn volgende slide. Even kijken. Hier wordt in lichtblauw aangegeven dat de eigenaar veranderd is in deze tijdlijn. Dus het diagrammetje is exact zo als het qua afmeting als het diagrammetje ervoor. Maar in de tabel onderin verschijnt een nieuwe eigenaar. Even kijken, ik heb nog een voorbeeldje. Het voorbeeldje gaat over buisstatus. Ook buisstatus kan veranderen. Een buis kan veranderen en dat wordt straks nog relevanter met grondwaterstanden en onderzoeken. In niet klavergebruik naar klavergebruik. En daar zijn ook aanvullingen voor bedacht. En middels kleur in de cirkeltjes boven geven we aan wat de status is van de buis die, waar je naar kijkt. Ik heb hier niet de hele put geschetst over. Ik heb hem even afgebroken. Het meest spannende vindt plaats eigenlijk aan het maaiveld, zou je kunnen zeggen. Dat over het registratieproces. Maar ik vertelde ook al, we gaan vooral ook naar het correctieproces kijken. En kijken wat correcties doen met die tijdlijn. Ja, hoe zat dat tot nu toe in elkaar? Corrigeren. Ja, was eigenlijk opgeknipt in twee stappen. En echt voor de aanleverende partij zelfs in drie stappen, als je er goed over nadenkt. Een correctie wordt aangeboden bij het bronhouderportaal, dan door de dataleverancier. Dan moet eerst de bronhouder daarnaar kijken. Nou, wat veel mensen nog niet begrijpen, als de bronhouder dat gedaan heeft, dan wordt die aangeboden aan de validatieservice van de bro. En waarschijnlijk al iets eerder, hè, dat was als eerste stap, als ik het goed herinner, gedaan. Als de goedkeuring verleend is, wordt die ook ingenomen op de bro. Maar dan is het proces nog niet klaar. Het ding wordt opgeslagen dan in het zogenaamde brondocumentenregister, die correctie. Maar hij wordt nog niet doorgevoerd. Pas als de registerhouder dan naar kijkt, en dat is met wat hier in stap 2 geschetst is. En pas op het moment dat, dat zij het goed vindt, of hij het, ja, zij in dit geval het goed vindt, pas dan vindt opslag en registratie ondergrond plaats. En het kan dus zo zijn dat je een correctie aanbiedt, ja, en enige tijd later dan nog een mailtje volgt van de registerbeheerder, waarin ze aangeeft van, ja, luister, het was toch niet helemaal in orde met deze correctie. Ja, dat proces dat is naar de toekomst toe in onze ogen niet houdbaar. Hè? En, we hebben dat in het verleden met een heel duidelijke reden gemaakt. Toen we jaren geleden begonnen met de bureau. Met het idee van, toen er een automatische aanlever was en geen bronhouderportaal. Van, ja, we willen eigenlijk zoveel mogelijk ondersteuning hebben op de processen die fout gaan. Nou, zo'n correctieproces is typisch een proces waarbij iets fout gegaan is. En daar werden we ondersteuning kunnen bieden als registerhouder aan een bronhouder. Als dat vaker gebeurt, hè, dan kunnen we daar een discussie over hebben. Maar ook willen we er zelf uit kunnen leren uit dat proces van waar kunnen we zelf verbeteren.
Nou, dat is de reden dat die tweetrapsraket destijds geïntroduceerd is. En dat is de tweetrapsraket die daar ook nog nu in zit. He, dus die registerhouder had ook daar in eerste instantie bij simpele objecten vooral een taak om simpele procescontroles te doen. Met de komst van putten is dat nog uitgebreid, die taak. En is het eigenlijk nog wat complexer geworden. En corrigeren is eigenlijk het aanpassen van de tijdlijn bij een put. Dat is in essentie wat je aan het doen bent. Je bent met terugwerkende kracht iets aan het veranderen en het rommelen met de tijdlijn. En de systematiek die daar bedacht is, is dat alles voor het moment van correctie, zeg maar, door de validatieservice gedaan is. En alles na de correctie, daarvan werd vermoed dat er veel uitleg nodig is. Ik zal daar ook een concreet voorbeeld geven waarbij dat zichtbaar is. Dat er veel uitleg nodig is, dat werd door de registerbeheerder gedaan. En het idee was dat je dan wat meer communicatie kunt hebben met de aanleverende partij over wat er fout gaat. Zodat je ook betere feedback kunt geven om in de toekomst problemen daarin te voorkomen. Materiële geschiedenis, waar we het hier over hebben, het corrigeren van zo'n tijdlijn en het corrigeren van die materiële geschiedenis is iets waar alle basisregistraties mee worstelen. Ingewikkeld proces. En we hebben destijds gedacht dat we dat wat beter zelf onder controle willen hebben als registerheerder. Inmiddels zijn er dus nieuwe denkbeelden over. We willen naar een nieuwe situatie toe. Ja, dat zal. Ja. Even onderbreken, want er zijn twee vragen en die gaan wel een stukje. Anders dan blijft die heel lang openstaan. Dat zal wellicht wat lastig worden. Eerst is even, dan gaan we even een stukje terug. Dat gaat over de visualisatie nog even. Vraag van Filip. Is er rekening gehouden bij de kleuren met kleurblinden? Mensen die kleurblind zijn. Er zijn alternatieve indicatoren. Het antwoord daarop is eerlijk gezegd nog niet. Ja, dat is wel een goede, suggestie om daarna te kijken. Omdat ik veel in een plaatje wilde laten zien, hebben we kleuren gebruikt om onderscheid te maken. En we hebben daar nog niet echt over alternatieve indicatoren nagedacht. En dus dat is goede feedback. Okay. Kijken of we daar wat mee kunnen in het proces. Ja, Je kunt het wel een beetje zien in het contrast wat we gebruiken. Hè? Dus misschien kunnen we ook daar wel wat spelen met contrasterende kleuren en intensiteit en dergelijke. Maar het korte antwoord is nee, daar is niet over nagedacht. Nee, het is wel goed om als feedback even mee te pakken en kijken in de toekomst of daar maar rekening mee te houden vervalt. En er is nog een andere vraag van Ronnie Hollebrandsen. Is ook per buis in plaats van per put de geschiedenis te bekijken? Sommige putten met meer dan bijvoorbeeld 5 filters. Nee, we hebben heel duidelijk voor deze aanpak gekozen op dit moment om de hele put te schetsen als uitgangspunt. Het is iets wat we misschien in de toekomst zouden kunnen overwegen, hè, om het misschien per buis te doen en buizen naast elkaar te zetten. Maar omdat de gebeurtenissen zich ook vaak toespitsen op meerdere buizen, hè, in de tijdlijn. Hè, dus bijvoorbeeld oplengen kun je in principe elke buis aanduiden die je wil, hebben we daar op dit moment geen rekening mee gehouden. We schetsen wel de informatie, en dat kun je ook zien in dit plaatje van elke buis. Maar je kunt niet één buis uitfilteren, als het ware. Misschien dat we daar in de toekomst een filter voor kunnen zetten waarbij je bijvoorbeeld maar één buis toont. Dat zou een optie kunnen zijn in zo'n REST-service bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Hey, dankjewel, Sjaak, en voor de vraag. Oké, Wilfred, je valt weg. Ja, ik ben al snel gemute, dus ga je gang. Oké. Okay. Ik ga even verder maar waar ik gebleven was. Ik was, als het goed is, bij dit plaatje gebleven. Dus op die tijdlijn vindt validatie plaats door de innameservice naar het verleden en naar de toekomst toe, zou je kunnen zeggen, door de registerhouder. En deze situatie zien we zelf ook niet meer als houdbaar. De druk op de registerhouder neemt behoorlijk toe en we moeten daar ook steeds meer kennis gaan neerleggen, ook domeinkennis. En waarvan we vinden dat de bronhouder daar veel beter toe in staat is om dat te doen. Dat zal ook een verschuiving zijn van functionaliteit. Hè. We hebben nu een registerbeheerapplicatie die dat allemaal netjes voor ons doet in de ondersteuning. En ook helpt de registerhouder daarbij in het maken van de juiste afwegingen. Nou, die functionaliteit zal dus gelijk verdwijnen en zal verschijnen in het bronhouderportaal. Ik zal een beetje vaart maken, zie ik. Nieuwe situatie.
Is eigenlijk, we willen dat gewoon volledig oplossen in het bronhouderportaal. En daarvoor gaat de landelijke voorziening dus de ondersteuning in de vorm van deze services, ja, die ik juist heb laten zien, ook bieden. En het bronhouderportaal kan die stappen dan vervolgens integreren en de functionaliteit als het ware uit die registerbeheerapplicatie overnemen. Daar komt dus ook een taak bij voor de bronnenharde dataleverancier in die zin. En dat is namelijk het beoordelen van de tijdlijn en of dat correct gebeurd is. En wij zullen dan zorgen voor de juiste support in de vorm van foutmeldingen en in de vorm van visualisatie en zichtbaarheid daarvan. Nou, we zitten eigenlijk aan twee zaken te denken daarbij. Hè. Eén, hebben jullie straks al een klein stukje over gezien. Dat is de visualisatie van de tijdlijn zelf. De tweede, bij normale correcties zoals bij sonderingen, maar ook bij putten bijvoorbeeld, willen we ook gewoon de impact laten zien die op de registratieondergrond door een correctie teweeg wordt gebracht. En die impact willen we textueel laten zien, maar wel zodanig dat die ook gestructureerd opengeklapt kan worden. Hè, zodat je ogen getrokken wordt naar waar zit dan hè, die impact. En bij aanbieden willen we die stap met de registerhouder dus echt ook weghalen. Hè. Dus aanbieden en correct door de validatie en inname services heen komend. Er komen dus ook meer validatieservices. Zal leiden tot directe opslag in het bronnendocumentregister, maar ook in de registratieondergrond. Ik moet een heel klein stukje inzoomen op corrigeren van een tijdlijn. Aanvullen, registreren is het normale proces. Corrigeren vindt plaats bij uitzondering, is onze aanname. Voor het corrigeren hadden we destijds vier operaties voorzien. Momentje, even een slokje water. Dat is het vervangen van een gebeurtenis. Als een gebeurtenis de incorrecte gegevens bevat, kun je hem vervangen. Dat is het invoegen van nieuwe gebeurtenissen, bij vergeten gebeurtenissen. En invoegen is wat anders dan aanvullen. Aanvullen vindt altijd plaats achter aan de tijdlijn. Invoegen vindt plaats midden op de tijdlijn, hè, dus tussen andere gebeurtenissen in. We hebben gedacht aan verwijderen destijds. Hè, dus als er een verkeerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden, kun je die ook weer wegkrassen. En het in tijd verplaatsen van een gebeurtenis. Dus in feite heb je een gebeurtenis op een verkeerde datum geregistreerd. Dat zijn de vier basale gebeurtenissen, zoals je basale acties, operaties zoals die geschetst zijn in de innamehandboeken. Hoe ondersteunen we dat visueel? Ik heb hier vervangen getekend. In lichtblauw is het de gebeurtenis geschetst die vervangen wordt. En kun je dus ook zien als je een operatie met een brondocument aanbiedt, een operatie van het type vervangen, waar die dan impact heeft op de tijdlijn. Datzelfde geldt voor invoegen. Als je een operatie invoegen aanbiedt, verschijnt in wat donkerder blauw. Sorry voor de kleurblinden onder ons, inderdaad, het is niet heel erg helder, maar we kunnen daar nog mee spelen. Verschijnt op de tijdlijn de gebeurtenis die je invoegt. Verwijderen lijkt me duidelijk op zich. Je hebt een tijdlijn en je krast de gebeurtenis weg. En het wegkrassen is in dit geval gerepresenteerd door een heel lichtgrijze kleurstelling wegzetten van de desbetreffende put. Verplaatsen. Ja, verplaatsen zou je eigenlijk kunnen zien als een combinatie van verwijderen en van opnieuw weer invoegen. En zo is hij ook op de tijdlijn weergegeven. In dit geval is op 11.09.1990 is een gebeurtenis ooit geregistreerd. Maar ja, dat bleek fout. Dat had een dag eerder moeten zijn. Dus op 11.09 is hij weggekrast, om het zo maar te zeggen. En op 10.09 verschijnt hij als gebeurtenis op de tijdlijn. Dan is het altijd handig om een concrete casus te nemen. Waarom is het nou zo'n probleem? Hè? Waarom zijn die conflicten op die tijdlijn nou zo lastig? Ik had het al eerder genoemd. Ik heb hier een voorbeeld. Er is een put ingericht op 15.01.1972 met één buis.
En die buis heeft een positie ten opzichte van het referentievlak van 3,68 meter. Ergens is dat ding is er een noodzaak ontstaan om die buis in te korten. En dat is gedaan met 10 centimeter, 25 juli 1973. En is de lengte is dus gewijzigd van 3,68 meter naar 3,58 meter ten opzichte van het referentievlak. En dat bleek uiteindelijk ook niet helemaal correct, want 2 jaar later was toch die extra lengte nodig. En heeft men besloten de buis opnieuw op te lengen, ditmaal naar een positie van 3,63 meter. In de administratie later bleek dat er toch iets fout gegaan was. Het inkorten event was voor een andere buis bedoeld. Niet voor buis 1, of was voor een andere put misschien al bedoeld. En men probeert deze actie te corrigeren. Ja, krassen we deze gebeurtenis weg. Ja, dat kan. Ik ga iets te snel. We krassen deze gebeurtenis weg. Maar ja, nu ontstaat er een hele rare situatie. Want ja, je staat tenslotte op 15.01.1972. We hebben een buis ingericht op 3,68 meter. En vervolgens is er ergens in 1995 heeft er een actie plaatsgevonden, een oplengactie, naar 3,63 meter. Hey, maar wacht even, die positie en die buislengte die bij hoort, die is korter dan wat het was. Ergo, ja, oplengen is geen oplengen, maar is impliciet inkorter geworden. En is dus de verkeerde data aangeleverd bij de gebeurtenis in 1995. Het wegkrassen van één gebeurtenis leidt dus tot een conflict ergens anders in de toekomst op die tijdlijn. En dat is een complex gegeven. Hè? Dus die gebeurtenis kan niet zomaar weggekrast worden. Er moet eerst iets anders gebeuren. Er moet eerst kennelijk iets gebeuren met die oplengactie die incorrect uitgevoerd is ook dan. En daar willen we eigenlijk de bronhouder zoveel mogelijk in ondersteunen om dat daadwerkelijk ook zichtbaar te krijgen. Nou, hoe doen we dat? Op deze manier. Dus we laten niet alleen zien, zeg maar, dat er een put verwijderd is, maar als er daardoor een conflict ontstaat op de tijdlijn, en hier heb ik deze situatie nogmaals geschetst, aan de rechterkant met rode vlakjes omcirkeld, wordt keurig aangegeven waar nu precies dat probleem terechtgekomen is. Dus die toppositie van die buis, die deugt niet met de gebeurtenis die erboven staat. En dat is hier in rood aangegeven. En eigenlijk bestaat onze functionaliteit zelfs uit 2 dingen. We doen dat in visualisatie. Maar je kunt datzelfde bericht, dat correctiebericht met de geschiedenis van die put, kun je sturen naar dezelfde service. Met een iets andere URL, een iets andere naam, zoals dat heet. En dan krijg je ook textueel terug wat er dan fout gaat. Op deze manier. Er is namelijk een actie plaatsgevonden die ervoor zorgt dat in 1995 oplengen geen oplengen meer is. En dat geeft je ook keurig op deze manier terug. En dat geeft een dubbele foutmelding. Waarom? Omdat het zowel de toppositie betreft als de buislengte. Ik kan me voorstellen dat er zijn nog wat meer situaties van conflict weergaven. Ik heb hier even het detailschermpje van onder, zeg maar, wat helderder weergegeven. Je kunt ook de beschermconstructie wijzigen middels aanvullingen en middels correcties. Maar zo kan het zomaar gebeuren dat 2 keer dezelfde situatie achter elkaar verschijnt op die tijdlijn. Namelijk, ik heb op een bepaalde datum, op 1 januari 2000, heb ik een pot niet waterdicht als beschermconstructie geregistreerd. Ja, in 2005 heb ik nog een keer hetzelfde gedaan. Dat is raar, want hij had al die waarde. En beneden, het tabelletje wat jullie straks zagen, kan nog verder worden uitgebreid op het moment dat je geo-ohmkabels hebt en elektrodes. Ja, elektrodes die kennen ook statussen. En het kan zomaar zijn dat 2 keer dezelfde elektrodestatus geregistreerd is in de tijdlijn. En dat met correcties dus de verkeerde actie uitgehaald wordt, waardoor dat in 1 keer zichtbaar wordt. En dit is de manier om dat inderdaad uit te drukken, middels een rood vlak op de desbetreffende elektrode. Klein detailje nog, ook hier voor de elektrodestatus, het cirkeltje eromheen drukt de status daadwerkelijk uit. Dit was het wat mij betreft. Zijn er nog vragen?
Dat zijn in ieder geval nog twee vragen die in de chat staan. Mochten er geen andere vragen ook nog komen. Eén vraag die heeft inderdaad betrekking op de correctie van Sander, Ruma Looy. Impact correctie in de toekomst ook via tijdlijnen in de stijghoogtereeks? Die zou je misschien even moeten verhelderen. Zou je even kunnen toelichten, die vraag? Ja? Ja, hoorbaar. Ja, oké. Nou, als je iets aan de put verandert, dat heeft waarschijnlijk ook van invloed op de grondwaterstand, op de stijghoogte die je dan uitdaagt. Of je ziet opeens een sprong of een... Of het wordt steeds lager of hoger, omdat je iets, een maaiveld, een puthoogte hebt veranderd of zo. Dus dat is de toelichting op deze vraag. Ja, ik snap je vraag. Deze functionaliteit is echt heel erg specifiek bedoeld om de levensloop van een put te schetsen, zeg maar. Hè. De standen, het standendossier dat komt, is een ander registratieobject. Maar in de toekomst is het natuurlijk wel mogelijk om hier correlatie tussen te leggen en dit soort technieken te gebruiken om ook daar dit soort sprongen te laten zien. Overigens, het moment van waarop je iets registreert is natuurlijk niet het moment dat het daadwerkelijk plaatsgevonden heeft. Dus op het moment dat je een meetronde hebt en je constateert in één keer dat een filter gezakt is, als het ware. En dat de oorzaak was van dat er een sprong al een tijdje geleden waargenomen werd in je grondwaterstanden. Kijk, soms is dat lastig te correleren, laat ik het zo zeggen. Maar we hopen wel dat dit soort plaatjes ook helpen, en met name in de uitgiftekant, bij het vaststellen van dat soort zaken. Heb ik voldoende antwoord gegeven op de vraag? Ja, dan kun je dus, dat is een soort verklaring van als je hele rare sprongen ziet in je tijdrace. Exact. Oké. En dan zit je met name, ik heb hier, dan zit je niet zozeer in de correctieketen van die put, zeg maar dan zit je meer in de, hier zie je dus wat er met die put daadwerkelijk gebeurd is over de tijd heen. En als daar een rare sprong aan die toppositie in zit, en tussen die twee gebeurtenissen in, vinden er in je standsmetingen rare sprongen plaats, ja, dan is die wel onmiddellijk zichtbaar. En dat is ook de reden dat we zo sterk op die top van die buis in focus zijn. Niet zozeer op wat er onderaan gebeurt. Het is niet absoluut, om het zo maar te zeggen hier. We laten het echt ten opzichte van het maaiveld zien. En we laten echt die top proberen we goed in beeld te hebben. Oké. Dankjewel, Sjaak. Ik heb ook even gezien de tijd. Dat we even verder gaan. Dus ik neem aan dat die mee beantwoord is, Sander. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dus nog even even kijken. Ico van Waterlabs geeft aan dat de grondwaterstanden ten opzichte van NLP worden geregistreerd. Dus correcties hebben daar geen invloed op, volgens Sander. Dus even een andere kijk op deze zaak. Dat is correct. Correcties aan zich, dat probeer ik ook al uit te drukken. Het correctieproces heeft geen invloed op de standen natuurlijk. Hè. Het correctieproces heeft wel invloed op welke gegevens op de put geregistreerd hebben ooit. En de put zelf, als die correct is, de weergave in de uitgifte, dan moet je daar dingen wel de zaken aan kunnen herleiden uiteindelijk. Hè. Dus dat zou wel een logisch verband moeten zijn ergens. Ja. En ik heb nog één laatste vraag, misschien de tijd. Die is van Ike van Randen van de Wageningen Universiteit. Je hebt over de REST-service gehad. Zijn er ook andere uitleverformaten? Bijvoorbeeld GeoJSON of GeoPackage? Van de put, zit eraan te komen. GeoPackage. We hebben dat al zelf al een tijdje klaarstaan. Hè? Dus ik geloof dat PDOK op het moment bezig is om de straat in te richten daarvoor, hun ontwikkelstraat, om die te ontvangen. En willen we af van die GML-zips zoals we er nu staan in die Atom feeds. We willen echt naar een GeoPackage toe, zodat je ook de content van de bro als zodanig kunt bekijken. Ja. Maar het duurt nog even. We hebben het zelf al geleverd. Hè? En daar zie je eigenlijk dat die landelijke voorziening iets voorop loopt in de keten. Hè? We moeten het eerst klaarzetten. Onze partners zeg maar, in die keten, die moeten het vervolgens ook op hun, tijd, op hun eigen tijd realiseren. Dus, Het zit in de pen. Dus het komt eraan. Het zit in de pen, ja. Ja, dankjewel, Sjaak.
Ik heb nog één vraag richting het publiek. Hè. Dus alle feedback is welkom nog. Hè. Wij zoeken ook een beetje naar wat is nou handig, wat niet. En daarom doe ik deze ketendemo ook. Ja. Dat is mijn vraag ook eigenlijk, Sjaak. Ja, als mensen hier in de slag gaan, of aan de slag willen, hoe kunnen ze hier aan bijdragen? Allereerst, de presentatie wordt sowieso verspreid hè, door jou, dus kijk er op je gemak nog eens een keer naar. Als er nog suggesties zijn, hè, zoals die kleuren, was een goede, dan ga ik in ieder geval over nadenken of ik daar op korte termijn iets mee kan. Maar die komt dan gewoon op ons backlog te staan en zo gauw daar ruimte ontstaat, gaan we daar ook zeker mee, zeker naar kijken naar dat soort zaken. En ja, feedback heel graag ook via andere kanalen, hè, de service desk en ik denk dat er, daar kun jij misschien wat meer over vertellen Wilfried. Ik denk dat er wel andere opties liggen ook. Ja, ik denk ook via bijvoorbeeld softwareleveranciersoverleg, wat verder ook in de techniek wordt ingezoomd. Hè. Daar zijn ook de partijen aan tafel. En via die weg kunnen mensen ook inderdaad aangeven dat ze deel willen nemen, dan wel via een ketentest, denk ik, hè, komend jaar. Ja. Ja. Hey, dankjewel, Sjaak. Dan ga ik het scherm weer overnemen. En dankjewel voor de presentatie. Graag gedaan. En hij wordt beschikbaar gesteld via de Pro-website. Dan wil ik het woord even teruggeven aan onze ketenmanager, Cor Gerritsma. Ja, daar, planning. Ja, daar ben ik dan weer. En wat wel even een hele belangrijke is voor de planning. Jullie zien op dit moment even een niet zo'n heel uitgebreid plaatje. Normaal zien jullie van die hele mooie balkendiagrammen waarop we laten zien wat er gaat gebeuren en welke stappen wij allemaal nog denken te gaan gaan nemen. Ik heb dit keer voor gekozen om even een wat helderder en duidelijker bericht in beeld te brengen. En dat heeft te maken met een klein stukje waar ik eigenlijk de opmaat al van had gemaakt. Coronavermoeidheid. Niet helemaal natuurlijk, maar ook wat kleine problemen die we hebben in de leverketen. Zoals jullie zien hebben wij de inhoud van tranche 3 bestaat natuurlijk uit GMM, GAR, GLD, BRG, Imbro, BRP, BRGT, de BMA en SFR. We zitten nu echter al in de situatie dat wij beginnen te merken dat door een groot scala aan factoren op dit moment de levering van een aantal registratieobjecten wat in het gedrang beginnen te komen. En dan gaat het over technische levering. Dan gaat het dus niet over de juridische levering of het opleveren van de catalogie, maar het gaat dus even over de technische voorzieningen. We hebben gewoon gemerkt dat op dit moment door capaciteitsproblemen en een stuk capaciteit, of tenminste een stuk knelpunt is ontstaan. Dat heeft Sjaak al keurig netjes aangegeven. Dat heeft er onder andere mee te maken dat er meer beheerwerkzaamheden zijn ontstaan. En we hebben ook gewoon gemerkt dat door de coronacrisis aanmerkelijk meer druk op de teams is gelegd, waardoor een stukje van de werkzaamheden op dit moment wat vertraging heeft. Nou, daarmee heb ik al de opmaat gemaakt naar dit plaatje om de risico's voor verdere vertragingen zover mogelijk te minimaliseren. Hebben wij besloten dat BARG Imbro en BARP en SFR een verlaten technische uitlevering krijgen. Dat betekent dat zij niet op 1-1-2021 technisch volledig beschikbaar zullen zijn, maar op in februari, januari, of tenminste januari en februari 2021 beschikbaar zullen worden gesteld. Dat heeft wel onmiddellijk een resultante voor de inwerkingstreding. Dat zie je hier ook staan. Voor de betreffende drie registratieobjecten zal de juridische inwerkingstreding, de leverplicht, dus gaan verschuiven naar 1-7-2021. Maar nog steeds blijft de mogelijkheid om technisch aan te leveren natuurlijk wel eerder mogelijk. Het is wel even een belangrijke boodschap dat deze goed overkomt bij alle partijen. Zoals gezegd, even kort samenvattend, alle registratieobjecten in het grondwaterdomein zullen per 1-1-2021 volledig beschikbaar zijn. Dat is dus in het construct technisch, juridisch en ook wettelijk verplicht. De objecten BARG, BRP en SFR zullen in februari, of in januari en februari respectievelijk technisch beschikbaar stellen. En die komen dus voor de wettelijke verplichting op 1-7-2021 aan bod. Hou goed in de gaten. Wij nemen op dit moment voldoende maatregelen om te voorkomen dat tranche 4 geraakt gaat worden. We gaan natuurlijk gewoon
stug door met dit hele programma. En we gaan er ook gewoon vanuit dat tranche 4 in zijn volledigheid op 2021 volledig opgeleverd is. En dat we daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Zoals gezegd, dan nemen we voldoende maatregelen voor om te voorkomen dat er impact is op tranche 4. En om aan te tonen dat wij stevig doorwerken, geef ik hem nu heel even aan Wilfried. Die laat zien waar wij qua tranche 4 realisatie aan de kant van de standaardisatie staan. Ik wil wel even unmuten, anders ben ik niet te horen. Dankjewel Cor. Ja, dit plaatje laat even zien waar met name het team standaardisatie heel hard aan werkt. Samen met experts uit het werkveld en de stakeholders die ook bij de review sessies zijn. Het is even een forecast wanneer jullie allemaal de catalogi kunnen verwachten dat die in publieke consultatie zullen gaan komen dit jaar. En wat we meteen ook eigenlijk zien aan de kleurtjes links is dat er op verschillende domeinen wordt gewerkt. Dat maakt het meteen ook... wat dat betreft complex voor het team, of complex in ieder geval best wel zwaar voor het team. Dus er wordt best wel hard doorgewerkt, dat geeft het heel duidelijk aan. De eerste catalogie die te verwachten zijn begin juli. Er staat ook onder de planning onder voorbehoud, maar begin juli kunnen we de eerste consultaties gaan verwachten, met name voor de bodemkaart en de geologische bommonsteranalyses die er aan gaan komen. En na de zomer zijn er ook de eerste al gepland, bijvoorbeeld formatie-weerstandonderzoek, voormalige zoutwachters. En het toegepast geologisch boronderzoek volgens 14688. En mogelijk ook de mijnbouwwet vergunning. En zeker eind van het jaar, uiterlijk november, gaan de laatste catalogie in consultatie. Hou in ieder geval ook de website in de gaten en neem deel aan de review sessies die het team standaardisaties geeft. Want daarin wordt de inhoud behandeld en komt ook naar voren wanneer ze precies beschikbaar komen. En hoe en waar jullie de reacties kunnen achterlaten. Dus graag jullie bijdrage daaraan het komend jaar. En dit is even een forecast wanneer jullie deze catalogie kunnen gaan verwachten. Dan kom ik eigenlijk bij het einde hiermee van deze ketendemo. Wil er nog vragen zijn? Ja, Frank? Frank, product owner standaardisatie hier. Ik wou nog graag één ding met jullie delen. Namelijk, we hebben deze ketendag geen sprint review voor de mijnbouw. Zoals je misschien in de uitnodiging hebt gezien. Volgende ketendag zal er wel weer een sprint review voor de mijnbouw zijn. Dus er was afgelopen sprint te weinig gerealiseerd om met jullie te delen. Maar volgende sprint review zullen wij de eerste inhoudelijke uitwerking hebben om met jullie te delen. Ja. Nou, je maakt ons erg nieuwsgierig, Frank. Dank je wel. En vanmiddag is er ook de review sessie voor grondwater. Waar alle deze objecten ook weer aan de orde komen. Als er verder geen vragen zijn, dan stel ik voor om de ketendemo af te ronden. Precies om 12 uur, dus dat is mooi gelukt. Er staan nog twee vragen in de chat. Ja, één is inderdaad van Harry. Is er een actueel overzicht voor de komende tijd? Die hebben volgens mij net gegeven. Ja, en dan die van mij nog over het PRO-loket zelf. Wat valt daarover te melden? Ja, die is beschikbaar gekomen in januari. Dus die kan benaderd worden, die is in productie. Ja, daar kan ik wel heel even kort op inspringen. Ja, Ronnie. Het BRO-loket is natuurlijk gewoon, zoals aangegeven, volledig in productie. Er worden op dit moment wat updates ook doorgevoerd in samenwerking, onder andere met communicatie. En dat gaat over zaken zoals worden de juiste berichten ook gepresenteerd en zijn er de mogelijkheden om de juiste zaken ook te raadplegen. We zijn onder andere bezig met de nomenclator toe te voegen en dat zijn allerlei keurige nette updates. En wat je vooral in de gaten moet houden is dat het BRO-loket precies meeloopt in de pas van het programma. Dus zo gauw een registratieobject beschikbaar komt, zullen wij altijd het BRO-loket ook meenemen in die ketentesten. Zodat jij ook daarin kan zien welke registratieobject er is, welke gegevenssets er aanwezig zijn. Dus op dit moment is het BRO-loket eigenlijk up-to-date met alle registratieobjecten die we beschikbaar stellen. En wat wel een belangrijke is, zijn ze op dit moment bezig met het toevoegen van een update van Geotop.
Want Geotop heeft een nieuwe release gehad en er zijn een aantal provincies bijgekomen. Dat is op dit moment de stand van zaken voor het bureauloket. Ja, precies. Maar achter de schermen wordt natuurlijk al vooruitgekeken naar hoe de komende registratieobjecten beschikbaar gesteld gaan worden, gevisualiseerd gaan worden ook. Correct. En daar is toen al een tipje van de sluier opgelicht. Ik was even benieuwd of daar achter de schermen gebeurt. Als dit gaat over 3D en dat soort visualisaties, ja, die worden natuurlijk allemaal meegenomen. Ook de integratie uiteindelijk met terugmelden op de kaart. He, waar Sjaak het ook al even kort over heeft gehad. Ook dat zijn zaken die uiteindelijk allemaal in het loket aanwezig zullen worden. Alleen op dit moment gewoon ook niet technisch beschikbaar worden gesteld. Omdat dat nog gewoon te vroeg in tijd is. Ja, perfect. Ja, duidelijk. Oké, dankjewel voor de vraag Ronnie en het antwoord kort. Dan stel ik bij deze forum de ketendemo af te sluiten. Dank jullie wel allemaal voor jullie bijdrage en de vragen die jullie gesteld hebben. En de volgende ketendemo die is weer gepland op donderdag 2 juli. En aangezien wij geacht worden, in ieder geval bij TNO, maar ook andere organisaties, om voorlopig toch zoveel mogelijk thuis te werken, verwachten we ook deze ook online aan te kunnen bieden op deze manier. Hebben jullie opmerkingen meer over de vorm en over de opzet van deze ketendemo? Feedback graag. We laten de chat nog even 10 minuten openstaan. Dus zet daar alsjeblieft je opmerkingen, feedback in. Dan kunnen we daarmee ons voordeel doen. Dan wil ik iedereen bedanken en een goede dag wensen. En tot ziens op de volgende sessies. Carl. Mensen, volgens mij is iedereen weg, hè? We zijn met z'n drieën inderdaad. Ja. Ik denk, ik wacht ook even wat. Zet de opname maar uit, Cor. Oh ja, dat is ook wel handig, ja. Ben je er, Cor? Onder. Jens, ik kom zo meteen ook nog even in de sessie. Tot zo. Zet de opname er even uit, Cor.
Oh ja, dat is wel een goed idee. Ja, we zijn nu met z'n drie hoor, dus dat... Ja, moet ik eerst weer even vinden waar dat ding moet worden gestopt. Oh,